Avond allemaal, welkom bij deze presentatie van SkyWorld Community. Deze webinar wordt opgenomen. Zodra de opname beschikbaar is, zullen wij die delen in de welbekende Facebookgroepen voor Nederland en België. Mijn naam is Ulk Kerjic, ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. Ik participeer sinds 2017 in het geweldige project. Daarnaast ben ik professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daar kom ik later in deze presentatie op terug. Op dit moment is het milieu een hot item, dat wil zeggen de opwarming van het klimaat, de milieuvervuiling, CO2, noem het hele plan maar op. We hebben te maken met een situatie op onze wereld die eigenlijk van tijd tot tijd verandert. Daar kunnen we niks aan doen. Het enige wat we er wel aan kunnen doen is kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen oplossen. En zijn er oplossingen voor? Die zijn er absoluut. Sommige oplossingen zijn goed, sommige ideeën zijn goed, sommige oplossingen lijken een oplossing. Maar goed, ik zal het niet te complex houden. Sinds 1978 is er een persoon op deze wereld die dat ook heeft gezien. Die heeft gezien dat onze aarde verandert, dat onze aarde opwarmt. En hij is sindsdien gaan werken aan een idee om dat te visualiseren en vorm te geven. En op die manier tot een concept te komen dat wij kennen. De uitvinder van Unitsky String Technologies, of de bedenker, de general designer, is Anatoly Unitsky. Anatoly Unitsky is een ingenieur in verschillende samenwerkingen met bekende instanties zoals de Verenigde Naties. Heeft een x-aantal boeken geschreven, heeft meer dan 200 uitvindingen gedaan, heeft ook verschillende prijzen gekregen. En ik kan zijn lijst van wat hij heeft bereikt enkel langer maken. Dat ga ik niet doen, maar het geeft wel aan dat het geen kleine persoon is. Inmiddels wordt Anatoly Unitsky ook ondersteund door belangrijke personen op deze aarde die zijn idee onderschrijven en daarmee ook ondersteunen. Hoe oostelijker we gaan op de aardbol, hoe bekender Anatoly Unitsky is, hoe westelijker we gaan op de aardbol, hoe minder bekend Anatoly Unitsky is. Alleen zijn idee krijgt steeds meer bekendheid. Dus eigenlijk langzamerhand weet iedereen op de wereld wie Anatoly Unitsky is en wat zijn idee is, wat hij heeft bedacht. Nou, dit is Anatoly Unitsky met een van de vele certificaten en patenten die hij in de afgelopen jaren heeft weten te vergaren. Iedere uitvinding die hij doet moet vastgelegd worden en dat gebeurt door middel van zogeheten patenten. Dus ieder schroefje wat hij bedenkt, wat er nog niet is, dat is vastgelegd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan gaan. Daarnaast zijn ook alle andere bedrijfsvormen beschermd. Dus die kunnen ze gek niet bedenken. En dan rijst ook veelal de vraag vanuit mensen of Unitsky String Technologies wel bekend is bij de Europese Unie. En wat maakt nou dat Unitsky String Technologies niet bekend is bij de Europese Unie? Nou, dat heeft met verschillende verschijnselen te maken. En ik ga dat ook niet moeilijker maken dan noodzakelijk is. De Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van de Unitsky String Technologies. Dat laat het certificaat rechtsonder op jullie schermpje zien. Daar staat een ja-logo of ja-vinkje in. En dit certificaat is afgegeven door de Europese Unie medio 2018. Dus zij zijn wel degelijk op de hoogte van het bestaan. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies in de afgelopen jaren gigantisch veel certificaten gekregen. En één certificaat dat die heeft gekregen, of één van de vele moet ik zeggen, is een certificaat dat is afgegeven door de autoriteiten van Wit-Rusland, maar dat is een internationaal certificaat. En dat geeft aan dat Unitsky String Technologies een bona fide bedrijf is. Is dat bedrijven wereldwijd met een gerust hart zaken kunnen doen met Unitsky String Technologies. Daarnaast is Unitsky String Technologies inmiddels verheven van een normale start-up naar een wetenschappelijk bedrijf. Dus dat wil zeggen dat alles wat daar wordt ontwikkeld, dat het op wetenschappelijk niveau gebeurt. Unitsky String Technologies heeft tal van samenwerking met universiteiten wereldwijd. Dus dit certificaat geeft aan dat het inmiddels een wetenschappelijke organisatie is. En wat is dan die wetenschappelijke organisatie? Wat doen die? Wat is het idee erachter? Als we naar de foto kijken, dan zien we dat het idee van Unitsky String Technologies is een transportsysteem op het tweede niveau. Dus dat betekent, heel simpel gezegd, er is meer ruimte over op de begane grond om gras te laten groeien, om mensen rustig te laten lopen of om de dieren rustig hun ruimte te geven. Daarnaast is dit systeem ook nog eens een keer heel efficiënt. Het is CO2 neutraal. Het kan een goedkopere manier bieden om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Eigenlijk is dit de goedkoopste manier die overheidsorganen of bedrijfsorganen zouden kunnen kiezen. En op die manier nieuwe infrastructuur of de infrastructuur kunnen implementeren in verschillende omgevingen.
Nou, in het verleden hebben ze natuurlijk ook gekeken van hoe kunnen we dat op een andere manier oplossen. En want als ik wel eens praat over het idee van Unitsky String Technologies, dan is de eerste reactie die men geeft, oh, dat is die zweefbaan die ze hebben in het Duitse Wuppertal. Nou, daar heb ik hier een foto voor jullie bijgesloten in de presentatie. En dan zien we inderdaad een zweefbaan over de rivier in Wuppertal. Nou, de meningen hierover zijn verschillend. Ik zal me er niet over uitlaten, maar het is een idee. Het is inderdaad een transportsysteem op het tweede niveau, hoe het zou kunnen zijn. Maar het is totaal niet te vergelijken met het innovatieve transportsysteem van Anatoly Unitsky. Als we dan naar de rechterfoto kijken, dan zien we eigenlijk een verkeersstremming zoals we die kennen. Nou, mensen hebben bedacht van als we nou bussen gaan laten rijden, dan kunnen daar meer mensen in mee. Dat is ook zo, dat is volkomen logisch. Alleen onze wegen zijn eigenlijk een hele hoop jaren geleden al gebouwd in verschillende landen. En in verschillende landen zijn de wegen pas later gebouwd, omdat de economie gigantisch hard is gaan boomen, om het maar zo te zeggen. Maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat we te maken hebben met verkeersopstoppingen, dat eigenlijk mensen langer in de file staan als dat ze effectief ergens zijn. Dat heeft ook als gevolg daarvan ontstaat er ook weer milieuvervuiling door smogvorming, te veel CO2-uitstoot. Dus ik kan eigenlijk de lijst enkel langer maken, doe ik niet. Maar deze plaatjes illustreren eigenlijk heel goed wat we nu voor problemen op de aarde hebben. En dat er wel degelijk is nagedacht over een transportsysteem op het tweede niveau. Daarnaast zeggen mensen ook van, ja, maar het is een kabelbaansysteem. Nou, ook weer compleet niet. Ik leg vaak mensen ook uit, een kabelbaan is een getrokken systeem. En dat zien we hier ook op de foto. We zien een motorsysteem van een skilift. En we zien ook een kabelbaansysteem op de middelste foto, hoe dat eruit ziet. Maar dat zijn getrokken systemen. Op het moment dat er een storing optreedt in het elektronica gedeelte, dan komt de hele kabelbaan tot stilstand. Erger nog, het kan ook zo zijn dat de skiliftes, of dat de skistoeltjes van de kabelbaan afschieten. Zoals we een ramp wel eens vaker hebben kunnen zien, wat dan niet meer is te overzien. Dus je ziet eigenlijk dat er verschillende gedachten gaan over Unitsky String Technologies. En dat het wel eens hetzelfde zou kunnen zijn als wat we kennen. Nou, compleet niet. Dit is het innovatieve transportsysteem van Unitsky String Technologies. Dit is wat Unitsky met zijn team van engineers heeft bedacht. En wat zien we dan? We zien pilaren en daartussen is een kabel gespannen. En dan zullen mensen zeggen, jawel, maar dat is toch een kabelbaansysteem? Nee, dat is het niet. Een stringrail is niet te vergelijken met een kabelbaansysteem. Er zit veel meer elektronica aan. Daarnaast zijn de modules van de Unitsky String Technologies uitgerust met artificial intelligence. Dat wil zeggen dat ze zelf kunnen nadenken, zelf kunnen sturen. Dan komen we op het volgende aspect. En dat is een heel belangrijk aspect. Want hier gaat Unitsky String Technologies zich onderscheiden van het huidige systeem dat wij kennen. Wat maakt nou dat Unitsky String Technologies zo interessant is? Nou, we zien hier een 2D-oppervlak van onze aarde. En we zien dat het bestaat uit bergen en dat het bestaat uit stukjes water. Op het moment dat wij mensen iets willen bouwen, moeten wij de hele boel egaliseren. Wat gebeurt er dan? Je ziet dat de dieren die in een bepaald leefgebied leven, acuut in het gedrang komen. Als de boel geëgaliseerd is, dan moet er een fundering op worden gelegd, want anders kunnen wij niet bouwen en dan zou het dus betekenen dat we eigenlijk aan het bouwen zijn op drijfzand. Nou, als de fundering is gelegd, dan komt er uiteindelijk in dit geval een spoorconstruct op, een doorsnede, en we zien dan een soort drietrapsraket ontstaan. Maar we zien hoeveel ruimte er eigenlijk nodig is om iets kleins te bouwen. Als we nou kijken naar de onderste foto, dan zien we ons aardoppervlak en dan zien we nog steeds dat het intact blijft. Want de pilaren die voor ons in het huidige systeem verticaal gelegd moeten worden, die worden in dit nieuwe systeem van Unitsky String Technologies, horizontaal moet ik zeggen, worden verticaal neergezet. Dus dat betekent dat er ruimte overblijft en dat het ruimte bespaart. En hoe wordt dan zo'n systeem gebouwd? Eerst worden de pilaren verticaal in de grond gezet. Natuurlijk wordt er een beetje geëgaliseerd, dat is ten alle tijde nodig. Maar lang niet zoveel als dat, we het moeten doen om een spoorconstruct te bouwen zoals wij dat nu kennen in ons huidige bestaanssysteem. Als die pilaren inmiddels staan, dan wordt er een string gespannen. En die string wordt gespannen door middel van de ene pilaar naar de andere pilaar. En de uiteindes worden vaak aan de grond verankerd om die stringrail op spanning te krijgen.
Als de schingeren op spanning staat, dan worden er ook tussenpilaren weggehaald. Dus dan zien we, als we kijken naar het onderste plaatje, dan zien we een schingerel dat is gespannen. We zien er uiteindelijk nog maar twee intermediate supports, zogeheten pilaren staan. Dus dat is een ruimtebesparing van 95% om het simpel te houden. Dus ons aardoppervlak blijft intact. Wat ook intact blijft, is het leefklimaat voor de leefomgeving en leefklimaat voor mens en natuur. En wat gebeurt er dan met die uiteindes? Die uiteindes worden bevestigd aan zogeheten anchor supports. En daar kom ik in de volgende sheets weer op terug. Maar op deze manier zie je dus al dat een innovatieve transportsysteem van Unitsky gewoon geen hinder hoeft te ondervinden van wegen van dieren. Dus vice versa. Die mensen kunnen rustig leven, recreëren. Dieren kunnen rustig leven en recreëren. In het blauwe kadertje zien we wat informatie over het anti-derailment system. Want mensen denken nog steeds dat zo'n module heel makkelijk kan ontsporen. Mensen zijn er wat huiverig voor en dan vertel ik ze vaak hoe dat in elkaar steekt. Hoe dat eruit ziet, het gedeelte onder de witte kappen. En dan zeggen mensen vaak, ja, dat is inderdaad wel een heel veilig systeem. En als we dan kijken naar de link of rechterkant op jullie sheet, dan zien we een doorsnede van de strikkingrail, hoe dat eruit ziet. Dan hebben we boven de railbedding, het contactpunt waarbij de wielen contact maken met de stringrail. Dan hebben we het omhulsel, dus dat houdt alles op zijn plek. Dan hebben we opvulmateriaal en in dit geval hebben we zes kleine stringrails die in deze stringrail bij elkaar zijn gebracht. Dan is het ook nog een keer heel belangrijk om te weten dat Unitsky String Technologies geeft 100 jaar garantie af op de bovenkant, dus het contactpunt waar de wielen contact maken met de stringrail, daar geven ze 100 jaar garantie op af. De modules kunnen nu op een interval van 20 tot 50 seconden achter elkaar rijden, onbemand. In de toekomst moeten we er niet gek van opstaan te kijken dat naar 2 seconden gaat. Maar dat is een gigantisch goed positief vooruitzicht wat we kunnen hebben. Want er hoeven geen machinisten meer aanwezig te zijn. Deze modules zijn in staat om zelf te rijden, zelf te denken, zelf te sturen. En op die manier mensen op een veilige manier van A naar B te brengen. En zoals ik net al aangaf in mijn vorige sheet, is op deze foto een afbeelding te zien van een anchor support. Dus op het moment dat er een stringrail is gemaakt, worden de uiteindes bevestigd aan zogeheten opstapstations. Nou, deze terminals kunnen zowel voor passagiers als goederen worden gebouwd. Dus ook op het gebied van goederen zijn er mogelijkheden. Dan is er ook altijd wat informatie beschikbaar over de drone. En dat is informatie die blijft eigenlijk al een heel lange tijd hetzelfde. En dat is dat deze drone die is tentoongesteld op het Ecofest van 2018... aan het grote publiek. En inmiddels wordt die getest en kan die een laadvermogen tillen van plusminus 750 kilo. De bedoeling is dat die 1,5 ton gaat moeten kunnen tillen en dat is 1500 kilo. En op het moment dat dat is gedaan, dan zal die direct worden gecertificeerd en ook direct worden ingezet om commerciële projecten te bevoorraden die op moeilijk bereikbare gebieden voor vrachtwagens worden gebouwd. Dus deze drone gaat straks echt heel veel werk krijgen en heel veel werk, of heel veel mensen efficiënter kunnen laten werken. We hebben 3 soorten type stringrail. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules zowel boven als onderlangs gebruik van kunnen maken. Dat is het middelste plaatje. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. Dat is het bovenste plaatje. En we hebben een flexibel stringrail. Dat is een gebogen stringrail. Dat is het onderste plaatje. Door het zegt het al, flexibel. Daar rijden de modules altijd naar een hoogte en naar een dieptepunt. Het mooie van deze rail is dat de modules in een onophoudelijke cyclus hun energie kunnen op blijven wekken. Door middel van staal op staal wrijving ontstaat de energie. En die energie wordt opgeslagen in een van de vele accu's die de modules met zich meedragen. Daarnaast wordt er ook energie opgewekt bij remmingen. Je kunt het zo gek niet bedenken, ik heb net ook al aangegeven, dat men dat een module van het hoogste punt naar het diepste punt toe rijdt, dat ook weer energie wordt gewekt. Dus dit is een van de vele manieren wat Unitsky heeft bedacht om energie op een efficiënte manier op te wekken en zijn modules op die manier zelfvoorzienend te laten maken. En die energie die op wordt gewekt, die kunnen ze ook nog een keer afstaan voor stedelijk gebruik. Dus eigenlijk kijken we hier naar een totaalconcept wat enkel voordelen heeft. Aerodynamica, natuurlijk een belangrijk aspect. Je kunt niet een vierkant blok op een weg zetten en er dan vanuit gaan dat dat aerodynamisch is.
Aerodynamica, daar gaan heel veel theorieën over, daar gaan heel veel ontwerpenstudies aan vooraf om tot een project of tot een product te komen wat ook daadwerkelijk energiezuinig is en aerodynamisch. Als we nu kijken in dit geval de silhouet van de U-Flash, dan zien we dat het aerodynamisch zo is ontworpen dat er zowel voor als achterlangs geen windcirculaties meer ontstaan. Als we nu kijken naar de auto's, vanuit een auto, in dit geval jullie blauwe kadertje aan de linkerkant, zie je dat er achter de auto windcirculatie ontstaat. En hoe staat het dan met de U-Flash? De U-Flash is toch gepresenteerd, we zien hem af en toe rijden op video's en wat maakt nou dat er niet meer informatie over naar buiten komt? De U-Flash is inmiddels wel bezig aan zijn certificeringsproces, maar hij heeft een baan nodig van plusminus 15 kilometer. Nou, ik moet eigenlijk zeggen meer dan 15 kilometer en het liefst zeg ik 25 kilometer. Want in de oude informatiebronnen die beschikbaar waren, is altijd aangegeven dat de baan 25 kilometer moet zijn. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier weer tot stilstand te komen. Dus op het moment dat dit is gerealiseerd, zullen we ook zien dat we een sprong maken in het ontwikkelingsproces. Er zijn op dit moment wel vooruit onderhandelingen gaande in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten om te kijken waar ze effectief de eerste baan kunnen bouwen. In het ene land zijn de bouwkosten iets duurder als in het andere land, dus daar wordt natuurlijk heel goed naar gekeken. Op het moment dat het zo ver is, dan zullen we dit ook acuut met jullie delen, omdat het een heel belangrijk gegeven is in het ontwikkelingsproces. Dit is de rolling stock van de Unitsky String Technologies. In alle modules behouden ze de U-Flash, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. Excuseer. Ik ga de lijst rustig met jullie door. We beginnen boven en dan starten we met de Uniwind. En de Uniwind is een lichtgewicht module. Die biedt plaats aan twee personen. Wordt ook al getest op het Ecotechnopark. En kan dus worden ingezet als vervanging voor, bij wijze van spreken, een skilift. Dan krijgen we de Unibike. De Unibike is het eerste en geteste en gecertificeerde model van de Unitsky String Technologies medio 2016. Heel belangrijk model. Daar kom ik later ook weer op terug. Waarom dat zo belangrijk is. Deze biedt plaats aan twee personen. Dan krijgen we de Unicar U4430T1 en T3. Eigenlijk zijn deze identiek, behalve dat bij de grotere versie meer capaciteit is voor passagiers. De enkele versie biedt plaats aan 6 personen. De driedubbele versie, zoals jullie die zien, biedt plaats aan 18 personen. Dan zien we de U-Flash. In deze configuratie is er plaats voor 6 personen. Topsnelheid 500 km per uur. Hoef ik dus ook niet verder op in te gaan nu. Dan krijgen we de Unibus U4210. Deze is ook weer in verschillende configuratietypes mogelijk. In de bovenste is de plaats van 12 tot 14. En zo iedere keer dat er een gondel of een module bij komt, dan is er ook weer plek voor extra mensen. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4220T2. De enkele versie is er plaats voor 25 personen, de dubbele versie 48 en de driedubbele versie 64. En dit is de vijfde generatie transportmodules van Unitsky String Technologies. Hoor ik je misschien denken, vijfde generatie. Elke module die Unitsky String Technologies ontwerpt, valt in een bepaalde generatie. En inmiddels zijn we in de vijfde generatie aangekomen. En dat is de Unilite. En we zien aan de rechterkant, de naam heb ik nu even nog niet in deze presentatie gezet, omdat ik verschillende namen voorbij zie komen. Hij valt af en toe onder de Unibus. Maar ik zie ook dat hij bijvoorbeeld de Unicarat heet. Dus er zijn verschillende types, vandaar dat ik nog even geen daadwerkelijke naam hier neer heb gezet. Maar deze module aan de linkerkant, die biedt plaats aan 25 personen en zal straks op het Ecotechnopark en in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten worden getest. Het model aan de rechterkant, dat is de Unilite. En de Unilite is een lichtgewicht module en deze zal straks worden ingezet voor het eerste commerciële project. Dat is een project naast het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dat is het traject van 1125 meter en deze is aangekondigd door Anatoly Unitsky zelf op het online Ecofest van 2020. Ook het vrachtvervoer is niet stil blijven staan bij Unitsky String Technologies. Dat wil zeggen dat op dit moment zijn ze bezig met een containermodule, de Unicont. En de verwachting is dat die binnen nu al niet al te lange tijd ook daadwerkelijk wordt getest.
ook weer in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan hebben we de Unitrans en dat is een grote lopende band. Deze kan worden ingezet voor het verplaatsen van ruwe aardse materialen. Denk hierbij aan ijzer, erts, steenkolen. Alles waarbij een vrachtwagen niet meer een moeilijk bereikbare bergpassage hoeft te doorkruisen om ergens te komen. Dus deze Unitrans zou je kunnen koppelen van een mijngebied aan een overslaggebied of een havengebied, waarbij ze dus de gewonnen aardse materialen kunnen verplaatsen van A naar B zonder tussenkomst van vrachtwagens. Dan hebben we ook nog de Unitruck. En de Unitruck is ook een module die je zou kunnen inzetten om bijvoorbeeld granen te verplaatsen. Sommige landen zouden willen inzetten om vuilnis te verplaatsen van A naar B. Dus je kunt er zo gek niet bedenken of het is mogelijk. En dit is het kantoor van de Unitsky String Technologies en ook de werknemers. Op dit moment zijn er plusminus 1000 ingenieurs en werknemers binnen Unitsky String Technologies, die ervoor zorgen dat alles wat Anatoly Unitsky zelf ontwerpt, dat het ook goed kan worden bedacht en kan worden doorberekend en uiteindelijk kan worden in elkaar worden gestoken, kom even niet op het juiste woord, tot een perfect idee en concept. Op het moment dat dat digitaal is uitgewerkt, dan moet het natuurlijk in elkaar gezet worden. En dat gebeurt in deze fabriek. Deze fabriek is inmiddels ook uitgebreid. En hier wordt op dit moment ook al geproduceerd voor de eerste commerciële trajecten, die achter de schermen wel degelijk in ontwikkeling zijn. Maar hier zien we een beetje hoe dat assemblatieproces eruit ziet. In dat hele proces van assemblatie hebben we ook te maken met nieuwe situaties die worden ontworpen. Dus er worden ook tegelijk dat er iets wordt gebouwd, kijken ze ook van kunnen we het zo in elkaar zetten dat het misschien nog efficiënter kan. En dat kan ook. Op het moment dat het gedaan is, dan wordt het ook getest op het Ecotechnopark. En het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein, wat Unitsky String Technologies heeft omgetoverd tot een florerende ecologisch testpark. Dus alles op dit testpark is CO2 neutraal, is ecologisch en is energie zelfvoorzienend. Interessant. Al zeg ik het zelf, ook de ecohuizen op de testpark zijn zelfvoorzienend. Op een van de ecohuizen is een tuin gemaakt met verschillende soorten planten die ook weer gebruikt kunnen worden voor eigen consumptie. Dus eigenlijk al met al is het goed voor de natuur. Als we goed kijken op het naar het Ecotechnopark, en dat is hier niet heel goed te zien, maar zien we aan de achterkant een grote waterplas. Aan de andere kant van die waterplas is een florerend ecologisch vakantiepark verrezen, waarbij Anatoly Unitsky de lokale bevolking in Wit-Rusland de kans geeft om daar te recreëren op de manier zoals hij het ziet. Zoals hij denkt van, nou, dit zou onze aarde goed kunnen doen. En de reacties van die mensen zijn eigenlijk al met al, als ze van het park afkomen, positief, enthousiast en zijn eigenlijk dus zeer vooruitstrevend, omdat ook tegelijkertijd de mensen, dat Anatoly Unitsky met zijn mensen weer kan kijken, oké, klopt het idee wat ik heb bedacht? Werkt het ook zo in de werkelijkheid? Daarnaast worden ook in verschillende weersomstandigheden getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. We hebben hier te maken met kwakkelzomers en kwakkelwinters. Onze was de laatste zomer niet heel slecht, al zeg ik het zelf. Maar goed, de meningen zijn erover verdeeld. Maar in sommige landen hebben ze te maken met onophoudelijke regenbuien, zoals in Azië. Maar er zijn wel heel veel belangstellende partijen die eigenlijk zo'n traject zouden willen implementeren in hun land. Dus wat heeft Unitsky String Technologies gezegd? Nou, dan gaan wij testen op onophoudelijke regenbui. Dus ze hebben letterlijk en figuurlijk een module onder de douche gezet. En ze zijn gaan kijken, blijft het passagierscompartiment droog? Blijft het elektronica compartiment droog? Dat is in dit geval compleet droge beleven. Dus deze module heeft de test gehaald. Dus deze modules van Unitsky String Technologies kunnen dus ook worden ingezet in regenachtige gebieden of in tropische gebieden, zo gek je het niet wil hebben. Daarnaast zijn er ook landen die te maken hebben met hele zware sneeuwval of hele extreme weersomstandigheden, zoals hele koude situaties. Denk daarbij aan temperaturen van min 60. Nou, wat heeft Unitsky gezegd? Daar gaan we ook op testen. Maar we gaan niet alleen de modules erop testen, we gaan ook kijken hoe verhoudt de stringrail zich. Dus Unitsky kan op dit moment modules leveren voor commerciële doeleinden die tegen temperatuuromstandigheden kunnen van min 60 tot plus 60. Daarnaast hebben ze dus ook verschillende aanpassingen gedaan, zoals ik net ook al aangaf, op het Ecotechnopark. Dus ze bedenken iets en gaandeweg komen ze erachter van, hé, dat kan misschien nog efficiënter. Nou,
In dit geval hebben we te maken met zogeheten isolatoren, zogeheten kleine verbindingstukjes voor de stringrail om de energie die wordt opgevangen op een zo goed mogelijke manier te kunnen opvangen. En deze stringrail staat natuurlijk onder spanning, dus dat moet je ook niet willen aanraken. Maar het is wel zo dat het geheel veilig is. Het klinkt heel gek wat ik zeg. Het is uiteindelijk wel veilig, maar natuurlijk staat er wel spanning op. Omdat die uiteindelijk nodig is om de energie te geleiden. De energie wordt geleid van het ene punt naar het andere punt. Ik ga niet te diep in de informatie. Mocht je daar wel wat informatie over willen hebben, dan kunnen we die natuurlijk altijd geven. Maar ik probeer het hier zo behapbaar mogelijk te houden. Dus om het nog behapbaarder mogelijk te houden, hebben ze ook een A en een B kant gecreëerd, zodat de energie van elkaar gescheiden is. Daarnaast wordt ook een nieuwe stringrail op het Ecotechnopark in Wit-Rusland aangebouwd. Dat is lijn 7. Dus we hebben straks een hele hoop lijnen, een hele hoop testbanen. En dan zullen mensen zich nu afvragen, ja, maar we zien al zoveel testbanen, wanneer gaan ze commercieel? Deze testbanen heb je nodig om commercieel te gaan. Zonder testen kun je niet commercieel gaan. Of je bevindt je dan in een situatie zoals we die te maken hebben met, zoals we die willen zien met Tesla. Mooie innovativiteit. Maar het product zit nog steeds vol fouten met alle gevolgen van die. Nou, Anatoly Yunitskiy wil op een goede manier de markt betreden. Dus dat houdt in dat hij blijft testen tot in den treuren voor sommigen. Maar die testen zorgen er straks wel voor dat het model wat de markt komt, wat commercieel zal draaien, dat het ook goed is. En zo ziet het er dan uit in het echt. Een transportsysteem waarbij de modules tegelijkertijd gebruik van kunnen maken van één stringrail. Dus niet meer op elkaar hoeven te wachten wat we hier nu kennen bijvoorbeeld bij de spoorbanen van de NS. Maar ze kunnen gelijktijdig rijden. Nou, in deze configuratie zie je twee passagiersmodules. De U-Flash boven, de hoogste snelheidslijn en de Unibus U4220T2 beneden. Het geluid is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. En de modules van Yunitskiy String Technologies produceren ongeveer een geluidsdecibel van plusminus 85 decibel. Dat is vrij weinig. Ik spreek wel eens ondernemers en die geven aan, dus deze modules van Yunitskiy String Technologies produceren minder geluid dan de machines in mijn hal. En dan kan ik enkel beamen, ja. Daarnaast moet je er dus ook nog eens een keer van uitgaan dat als zo'n module op 150 km per uur of 500 km per uur voorbij komt rijden, dat je het geluid pas hebt gedetecteerd als het voorbij is. Daarnaast hebben ze ook tal van samenwerkingen en een van de meer bekendere samenwerkingen is met Belgisch bedrijf Bekaert. Ze hebben rollen staal geleverd en deze staal kun je ook zien liggen als je Google Earth zou raadplegen, zie je ook de haspels liggen. Dat hebben ze gedaan voor de Emiraten als voor Wit-Rusland. Dan zijn er ook nog andere samenwerkingen met staalbedrijven. Dus je ziet dat Yunitskiy String Technologies eigenlijk constant blijft samenwerken met verschillende partijen. En dan zullen we ons nu afvragen van, ja, maar wat hebben de sancties nu voor invloed op de ontwikkeling van Yunitskiy String Technologies? Daar kan ik maar één antwoord op geven, wat bestaat uit vier letters, geen. Dan is er ook nog een samenwerking met het Chinese bedrijf Lenovo. En Lenovo verzorgt de data opslag en vergaring systemen voor het bedrijf. Dus dat betekent dat eigenlijk vanuit verschillende continenten, en ik heb hier niet alle samenwerkingen in de presentatie zitten, maar vanuit verschillende continenten wordt Yunitskiy String Technologies ondersteund. En zijn er dus samenwerkingen. Dan gaan we van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dan komen we uit op het Sharia Research and Technology Center of Innovation and Technology Center moet ik zeggen. En dat is een hele mond vol. En Yunitskiy String Technologies heeft daar een stuk grond gekregen waarop ze zijn gaan bouwen. De Sheikh van Sharia is persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van Yunitskiy String Technologies. Dus hij ziet hier persoonlijk op toe. En het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten, dat valt onder de naam U-Sky Transport and Certification Center R&D. En hoe gaat het er dan uitzien? Nou, dat zien we dus hier op die 3D-tekeningen. En we hebben al een paar echte bestaande foto's. Maar zo zal het op de 3D-tekeningen is wat we ongeveer kunnen gaan verwachten hoe het eruit gaat zien. Het wordt een compleet innovatiepark. Waarbij ook werknemers worden opgeleid in de filosofie van Anatoly Yunitskiy. Dus zodat ze ook weten hoe ze straks moeten bouwen, hoe ze straks moeten werken, wat het idee van Anatoly Yunitskiy is. Zodat het ook kan worden voortgezet als Anatoly Yunitskiy het tijdelijke zal verruilen voor het eeuwige, om dat even netjes te formuleren.
En dan kijken we naar de bestaande foto's. Wat is af? Inmiddels is af wat kleine infrastructuur op het Ecotechno of op het testpark in de Emiraten. Het houten ecohuis is volledig klaar en operationeel. Dat is overigens het enige houten huis in de hele Emiraten. Die zijn er niet zo happig op houten constructies vanwege de warmte en dat hout wel eens vlam zou kunnen vatten. Maar bij hoge uitzondering heeft Junitsky String Technologies met Anatoly Junitsky er toch weten te realiseren. Dus dat zegt heel veel. En dan is de 400 meter lange lijn af. Dat is een lijn die kan nu worden gebruikt van mensen die willen weten hoe het is om te reizen met Junitsky String Technologies. En hoe is dat dan? Nou, dat is een hele bijzondere ervaring, al zeg ik het zelf. Maar mensen die dit willen ervaren, kunnen dus een aanvraag doen bij U-Sky Transport in Sharjah. En dan hebben ze de mogelijkheid om naar het testpark af te reizen. Dit is de 400 lange meter lijn. De eerste meter is dat de Unica U44-3101 tropische versie heeft gemaakt, is onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah geweest. En je ziet dus dat die lijn inmiddels operationeel is en gecertificeerd is. En in 2018 was het 3D. En mensen waren toen al veelal sceptisch en die zeiden van ja, maar wat gaan ze doen in de zandbak? En alles zal er wel slagen met heel veel geld. Maar uiteindelijk hebben de Emiraten een visie. En als je daarin verdiept, dan zie je dat Junitsky String Technologies keurig valt binnen de visie van de Emiraten. Wil je hier meer over, dan kun je daar rustig op googlen. Ik behoud me nu tot de informatie over Junitsky String Technologies. Inmiddels wordt er getest op zowel passagiersvervoer als op goederenvervoer. En dan zullen mensen wederom denken van ja, maar die container, dat is een mini-container, dat gaat toch nergens over. Alle modules die Junitsky test worden 5-6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat Junitsky er zeker van kan zijn dat de string niet knapt. En dus als wij een commercieel traject hebben, wat velen van ons natuurlijk hopen, en dat het bedrijf commercieel is en misschien dat het bedrijf ook op de beurs is, publiek is gegaan, en er zou een ramp zich voltrekken, dan heeft dat gigantisch veel invloed op de koerswaarde die het bedrijf dan zou hebben. Nou, dat wil Junitsky niet, dat willen wij niet, en als het goed is, wil jij dat zelf ook niet. Wat wil je dan wel? Je wil dat de modules tot in den treuren zijn getest, dat er niks mis kan gaan, en dat ze met een goed systeem de markt kunnen betreden, waarbij geen kinderziektes zijn, waarbij er geen metaalmoeheid zou kunnen ontstaan, waarbij mensen met een veilig gevoel kunnen reizen van A naar B. Dat is wat je wil. En dan is er ook nog altijd het plan C, D, E en F. Wat nou als zo'n module niet meer van zijn plek afkomt en hij staat op het middelpunt en hij kan niet meer naar een station en er is ook geen aankoppeling mogelijk met een andere module. Dan is er altijd nog een mogelijkheid om de module op een goede, veilige manier te verlaten. Goed, je moet natuurlijk je wel even over de hoogtevrees heen zetten, maar als het niet anders is, dan denk ik dat je de module op deze manier nog altijd veilig kunt verlaten. En dat Junitsky String Technologies hiermee bezig is, dat ze hierover nadenken, geeft al aan dat ze eigenlijk nadenken tot de kleinste details. Wat er mis zou kunnen gaan, daar is een antwoord op. Daarnaast hebben ze ook in de Emiraten tal van samenwerkingen. En dat betekent, als we nu gaan kijken naar dit certificaat, en dit is een certificaat dat is afgegeven door de autoriteiten van Dubai, dat geeft aan dat de modules mogen rijden in de Emiraten. Dus de Unica U44-3101, tropische versie, mag rijden in de Emiraten. Dan kunnen mensen met een gerust hart in plaats nemen en op die manier van A naar B rijden. Heel belangrijk certificaat. Dan hebben we ook een heel belangrijk certificaat en dat is een ISO-certificaat. Dat is een management kwaliteitscertificaat. Dus dat betekent dat de volledige vestiging in de Emiraten is doorgelicht met hele zware audits. De vestiging in Wit-Rusland heeft hem al eerder gehad, in 2018 als ik het goed weet herinneren. En dat zijn hele zware audits. Dit certificaat kun je niet kopen. Je moet het echt verdienen. Dat kost eigenlijk heel veel tijd. Er gaat heel veel tijd overheen. Je wordt compleet door de mangel gehaald om te kijken, klopt alles? Klopt alles wat er wordt gezegd? Dus iedere letter wordt bekeken. Nou, inmiddels vestiging weer in Rusland zo'n certificaat. En in de Emiraten ook zo'n certificaat. Dus we hebben hier te maken met eigenlijk een volledig veilig, fantastisch bedrijf, wat ook internationaal wordt ondersteund. Nou, nog een ISO-certificaat, want ook de vestiging in de Emiraten is inmiddels wetenschappelijk bezig. Dus we hebben nu het echt te maken met een start-up van wereldformaat dat opereert op wetenschappelijk niveau. En dit is Anatoly Junitsky zelf. Hij is zelf naar Sharjah afgereisd om te kijken van
wat zijn er mogelijk? Wat is er mogelijk? Klopt het wat ik heb berekend? En hij staat hier bij een enkel support. Dus klopt het wat ik heb berekend? Zitten er geen metaalscheurtjes in? Kan ik het veilig bevestigen? Nou, inmiddels is dat realiteit geworden. De enkel support is bevestigd. En we zien hier het opstapstation. Aan de rechterkant zien we het opstapstation van de buitenkant. En aan de linkerkant zien we het opstapstation van iets verder af. Maar zien we ook dat de stringrail inmiddels wordt getrokken. Dus dit is de eerste 2,5 kilometer lange lijn, waarbij de intermediate supports op 288 meter van elkaar vandaan staan. Dus een spanwijdte van 288 meter. En die stringrail wordt op dit moment bevestigd. En de planning is dat die over een aantal weken klaar zal zijn. Dus dan kunnen ook de modules van A naar B rijden, van het ene station naar het andere station. Dus dat is eigenlijk weer een gigantisch grote stap voorwaarts. Waarbij er dus getest wordt, er wordt gebouwd en tegelijkertijd wordt er dan uitgewerkt. En dit is het andere opstapstation. Het is een container terminal. En dit is ook weer voor een 2,5 kilometer lange lijn. Deze lijn loopt van het Houten Ecohuis helemaal naar het hoofdkantoor van het Sharjah Research and Technology of Innovation and Technology Park. Dus je kunt dus zien dat het serieuze testlijnen zijn. Deze testlijnen zullen straks ook gebruikt worden door de werknemers van het Research Center en de werknemers van het Used Car Transport Center, die werken in het Houten Ecohuis. Dus je ziet dat het niet alleen gebruikt wordt voor de test, maar het wordt straks ook gebruikt om van A naar B te rijden. De modules zullen hier wel de topsnelheid van 150 km per uur op gaan halen, want de banen in Wit-Rusland zijn helaas iets te kort. De maximale snelheden die in Wit-Rusland worden behaald, liggen plusminus op 102 km per uur. En dit is een maquette, een model van een lineaire city, zoals Anatoly Nitsky dat voor zich ziet. Dit is een model wat hij heeft gemaakt voor de expo in Dubai, die inmiddels is afgelopen. Maar op deze manier heeft hij mensen eigenlijk een inkijkje in zijn idee willen geven. En hoe dat er dan uitziet. Alle modules werken. Het is een gigantisch groot model. Het geeft heel goed weer wat we kunnen verwachten. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het innovatieve transportsysteem CO2-neutraal, milieuvriendelijk, energie zelfvoorzienend, het is goedkoper, het zorgt eigenlijk voor een beter leefklimaat voor mensen en natuur en zo kan ik de lijst enkel langer maken. Wil je meer informatie hebben, dan verwijs ik je naar de site die jullie hieronder zien staan, dat is www.skyway.capital, daar kun je alle informatie terugvinden die noodzakelijk is. En dan gaan we naar de updates. Een aantal jaren geleden heeft CNN een aanvraag gedaan of ze mochten komen filmen op het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. Want ja, ze hadden iets gehoord en iets gezien en ze wilden het eigenlijk met eigen ogen zien. Sinds dat CNN daar een reportage over heeft gemaakt, is het een onophoudelijke stroom op gang gekomen van mediabedrijven die willen berichten over de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En inmiddels is er op alle verschillende continenten bericht gedaan van het bestaan van Anatoly Unitsky met zijn idee Used Car Transport of Unitsky String Technologies. En dit is Oleg Seretsky. Hij is de CEO voor Used Car Transport in Sharjah. En hij neemt daar de honneurs waar. Dus is eigenlijk de rechterhand van Anatoly Unitsky in de Emiraten, als Anatoly Unitsky er zelf niet is. En hij geeft ook regelmatig interviews. En hij heeft twee interviews gegeven op lokale radiostations in de Emiraten. En die interviews zijn eigenlijk heel raadzaam. Als je de Engelse taal enigszins beheert, om even terug te luisteren, want hij geeft heel veel informatie. En dan is er ook berichtgeving over mensen die ooit negatief waren. Want eigenlijk de meeste mensen die in het verleden zijn betrokken bij dit systeem, hoe je het went of keert, of hebben geparticipeerd, of het gewoon hebben gezien, zijn sceptisch geweest of zijn negatief geraakt. Ook overheidsinstellingen. Maar dit is een artikel dat is echt geplaatst. Het is een iets ouder artikel, maar ik blijf het een heel interessant artikel vinden, omdat het aangeeft dat overheidsorganen die in het begin heel sceptisch zijn geweest, inmiddels nu positief zijn over Unitsky String Technologies. En dat ze aangeven dat dit eigenlijk een van de beste oplossingen is om te implementeren binnen niet bestaande infrastructuren of binnen huidige infrastructuren, omdat het een oplossing is. Het is geen probleem, het is een oplossing. En dit is Anatoly Unitsky met koning Letsi III van Lesotho. Lesotho is een koninkrijk in Afrika, wat zijn grens deelt met Zuid-Afrika.
Het geval wil dat ik deze persoon, koning Letsi III, met mijn eigen ogen heb gezien. Ik heb de mogelijkheid gehad om naar het testpark in de Emiraten af te reizen, maar dat was op dezelfde dag dat koning Letsi III ook daar acte de présence heeft gegeven. Maar dat was, ik wist niet toen wie het was, dit wist ik pas later. Maar het geeft dus al aan dat Junitsky wordt ondersteund door hele invloedrijke personen, niet alleen in de Emiraten, maar wereldwijd in Afrika. Verschillende invloedrijke personen ondersteunen Anatoly Junitsky. Andere landen in Zuid-Afrika zien ook wat daar gebeurt. En dit is een informatie die ik ook al iets vaker heb gedeeld, maar het is gewoon heel mooi om dat te blijven delen, omdat hier eigenlijk een lijn in zit. En niet alleen in dit gedeelte, maar ook in andere situaties. Maar dit is Claire, ik ga de achternaam niet uitspreken, die zien jullie hier in de tekst staan. Maar zij is een heel belangrijk persoon voor Rwanda. Rwanda is een land in Zuid-Afrika wat vele mensen zullen kennen als een arm land. Misschien van de film Hotel Rwanda. Maar het is heel rijk aan, eigenlijk aan aardse materialen. Maar ze willen eigenlijk Rwanda beter op de kaart zetten. En ze zijn daarvoor investeringen aan doen. Nou, ze hebben de Nationale Luchtvaartmaatschappij van Rwanda ook een vernieuwing gegeven. En ze zijn nu aan het kijken, wat kunnen we doen met onze infrastructuur, want die is gewoon ronduit slecht. Maar we willen wel mensen iets efficiënts mee kunnen geven. Dus eerst is Emmanuel Hategega, de ambassadeur van Rwanda in de Emiraten, is komen kijken. Dat is in oktober gebeurd. En daarna is hij teruggekomen met deze mevrouw Claire. En als we goed kijken naar de foto, dan zien we dat Anatoly Junitsky zelf een presentatie geeft. En ik kan enkel aangeven, op het moment dat je Anatoly Junitsky zelf een presentatie ziet geven aan delegaties, dan zijn de onderhandelingen al verder dan dat wij kunnen inschatten. In dit geval ook. Er is besproken een traject van 20 kilometer lang van de internationale luchthaven naar een andere plek in Rwanda. En hoe dat er dan uit zou zien, dat zien we op een kleine foto linksonder op die jullie ziet. En welke modules zouden we ervoor kunnen gebruiken? Nou, daar wordt nu naar gekeken. Is dat de Unicar of is dat de Unilight? De Unilight heeft een heel groot potentieel, zeker voor luchthavens. Maar je ziet dus eigenlijk hier de voorbereidingen voor een potentieel eerste commercieel traject. Ook vanuit Rusland is er nog steeds interesse naar Wit-Rusland. En ondanks de sancties is het wel zo dat de Emiraten hebben de sancties niet, het Oosten heeft die sancties niet. Junitsky Screen Technologies is een internationaal bedrijf wat internationaal opereert. En doordat ze inmiddels een vestiging hebben in de Verenigde Arabische Emiraten, en omdat er nog een klein detail achter zit wat ik later zal delen met jullie, kunnen dus zowel via het Westen als via het Oosten eigenlijk de ontwikkelingen doorgang vinden. Dus ook vanuit Rusland zijn er mensen komen kijken en die zijn onder de indruk van wat ze hebben gezien. En die geven ook aan van dit systeem heeft een gigantisch groot potentieel om straks de huidige vraag van onze wereldeconomie met een antwoord te bedienen. Daarnaast zijn er ook tal van samenwerkingen met verschillende universiteiten. Zoals ik al aangaf, Junitsky String Technologies is een wetenschappelijk bedrijf. Dus hier studeren ook verschillende studenten op af. En dit is eigenlijk een heel belangrijk iets, omdat je samen moet werken met universiteiten, wil je idee verder werken. Mensen hebben altijd verschillende ideeën, dus hoe meer je weet, hoe meer je kunt delen en hoe beter dat is om tot een goed totaalconcept te komen en straks ook op een goede manier de markt te kunnen betreden. En dit is ook een potentieel commercieel traject voor Vietnam. We kijken hier dus naar een 3D-visualisatie. En we zien op de foto rechtsboven Vladimir Maslov. Inmiddels is hij met pensioen. Maar hij heeft zich hard gemaakt voor Viet Transnet. En Viet Transnet is een dochteronderneming van Skyworld Community. Maar die hebben wel uiteindelijk de volledige zeggenschap met toezegging van Junitsky String Technologies om in Zuidoost-Azië alle ontwikkelingen en alle potentiële commerciële trajecten die zouden kunnen ontstaan, om die te begeleiden. Dus we kijken hier naar mogelijkheden die zouden kunnen zijn. En dit is ook een heel mooi iets, want deze quote geeft eigenlijk al heel veel prijs. Op het moment dat de succesvolle certificering plaatsvindt op het testpark in Sharjah, zullen de eerste commerciële trajecten in het Emiraat Sharjah bekend worden gemaakt. Dus hier kijken we alweer naar verschillende mooie situaties. Dus als we nu terug gaan denken,
dan zien we dat er eigenlijk, dus je eigenlijk al drie potentiële commerciële trajecten voorbij hebt zien komen. En zo'n commercieel traject kan worden geïmplementeerd in een tijdsbestek van plus minus 2 jaar. Dan moet natuurlijk wel alles meelopen, meewerken. Maar mocht alles meewerken, dan kan het in 2 jaar worden, worden vormgegeven. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, ben ik professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En AdvaHunter is een applicatie die het mogelijk maakt middels 3D-technologie in je smartphone of tablet om een traject van te visualiseren van Industry String Technologies. Dus zo kun je mensen aangeven en kennis laten maken met hoe dat eruit ziet. Want veelal zien mensen een 3D-tekening. En dan is, dan is eigenlijk de binding die je zou kunnen hebben met het idee van Unisci, is er niet. Het is een 3D-tekening. Dan wordt ook veelal gezegd van ja, maar het is nep, het is niet echt, het is niet in onze eigen omgeving. En ik wil het in onze eigen omgeving zien. Nou, inmiddels kom ik met een antwoord beslagen ten ijs, ten tonele zullen we maar zeggen. En dan geef ik aan, nou, ik kan in iedere omgeving, iedere stad, in ieder plek waar ik ben, kan ik een traject visualiseren. Dus kan ik je ook verbinding laten krijgen met het idee van Unisci String Technologies. En wat zien we dan? Een transportsysteem op het tweede niveau, waarbij er veel meer ruimte overblijft voor de natuur. Er kunnen containers overheen. Er kunnen containers en passagiersmodules gebruik maken van één type stringrail. En je kunt er door vrachtwagens van letterlijk en figuurlijk van de weg halen. Dit is eigenlijk het meest krachtigste instrument wat je zou kunnen gebruiken om Unisci String Technologies te laten zien aan mensen. Dus op die manier ook de kracht te laten zien van dit is het en dit is wat het kan doen. En hier zien we Anatoly Unisci wederom praten met een delegatie. Een delegatie van Abu Dhabi. Dus inmiddels zien we 4 potentiële commerciële trajecten in deze presentatie voorbij komen. Wederom, als je Anatoly Unisci zelf ziet, dan kun je ervan uitgaan dat de onderhandelingen achter het scherm al heel ver zijn. En hier wordt gesproken over 3 commerciële trajecten, mogelijke commerciële trajecten moet ik erbij zeggen, in het Emiraat Abu Dhabi. En eigenlijk al met al is het niet zo gek dat het in de picture loopt, want als we gewoon gaan kijken wat India komt bekijken, of komt doen moet ik zeggen. In het verleden, voor de mensen die langer in dit project participeren, weten dat India heel ver was in een stukje commerciële trajecten implementeren. Maar dat is iets naar de achtergrond verdwenen, helaas. Maar inmiddels zijn ze terug. En ook voor India geldt, er zijn weer mensen komen kijken. En dat begon eerst met een kleine delegatie. Toen kwam er een iets grotere delegatie. En toen kwam er nog een grotere delegatie. En we zien hier Anatoly Unisci wederom met deze delegatie. Dus achter de schermen gebeurt er veel meer dan dat wij eigenlijk in de gaten hebben en kunnen voorstellen. En uiteindelijk is dit ook een heel stuk mooie tekst. Komt uit een bericht van Nadezhda Kosareva, CEO van Unisci String Technologies. Beurzen waarbij USKY of Unisci String Technologies deelneemt, zijn heel belangrijk voor commerciële trajecten. En als we dan kijken naar de tekst, dat zullen jullie ondertussen ongetwijfeld gaan doen, dan zien we dat het 15 kilometer lange traject in het Emiraat Dubai mede tot stand is gekomen door participatie aan verschillende beurzen. En het 15 kilometer lange traject van Unisci String Technologies, wat ze hebben ingetekend in het Emiraat Dubai, is veelal het enige traject dat we zien in de media, maar is lang niet het enigste traject wat we zien. In deze presentatie heb ik jullie ook al meegenomen in verschillende andere trajecten. Maar dat is al met al hartstikke positief. En inmiddels is de expo aan de gang in het Duitse Berlijn. En wat zien we? We zien hier de Unibike U4621. En we zien dat die op de stand staat van de RTA Dubai. Dus de RTA Dubai laat hier nu zien waarvoor zij hebben gekozen en wat zij willen. Ik kan enkel nu aangeven dat we een hele hoop potentiële commerciële trajecten voorbij hebben zien komen. En ik denk dat je zelf even bij jezelf rustig te raden moet gaan wat je hier daadwerkelijk hebt gezien, omdat het eigenlijk met één woord fantastisch is. Wil je meer informatie over de expo en dergelijke, dan is dat terug te vinden op internet. Google er even op InnoTrans 2020 Berlijn. Maar Unisci is dus vertegenwoordigd middels de stand van de RTA.
Dit zijn de informatiekanalen van Unitsky String Technologies die je kunt raadplegen als je informatie zou willen hebben. Ik begin van boven naar beneden. De bovenste is www.skyway.capital. Dat is ook het stukje waar je meteen je persoonlijke back-office op kunt vinden. Dan krijgen we de Skype groep. Dat is een nieuwe Skype groep die ik in leven heb geroepen. Die zal ik binnenkort ook delen met jullie. Dan krijgen we Telegram kanaal. Mocht er nou op een van de verschillende kanalen storingen zijn, dan is er altijd nog een Telegram kanaal waarbij ik informatie met jullie kan delen. Dus uiteindelijk wel met jullie kan blijven communiceren. Zodat er ook geen paniek hoeft te ontstaan als de site een keer offline is. Dan hebben we www.unitsky.com. We hebben ook www.ust.inc. Beide zijn identiek, kun je allebei raadplegen. Dan hebben we de persoonlijke site van Anatoly Unitsky, www.unitsky.engineer. En we hebben de Facebookgroep voor Nederland en België. En hierop deel ik eigenlijk dagelijks berichten, updates, belangrijke informatie van het fonds Skyworld Community, om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie ontzettend danken voor jullie, of iets te vroeg gezegd, bijna aan het einde gekomen. Dit is nog wat informatie, mocht je van net hier mij. Mocht je een probleem hebben met je account ergens niet uitkomen, dan kun je ons raadplegen. Wij zijn er voor jullie om al jullie vragen te beantwoorden. We beantwoorden geen telefonische vragen over, ik zit al sinds 2017 bij het project. Ik ben eigenlijk de informatie een beetje uit het oog verloren. En hoe staan ze er nu voor? We hebben ervoor gekozen om alle informatie online te delen. Dus die is ook gewoon beschikbaar. Die kun je ook allemaal terugvinden. Onze tijd is helaas maar erg kostbaar. We willen zoveel mogelijk mensen helpen met hun vragen. Omdat ze dat belangrijk vinden. Maar dat zijn de vragen die echt van belang zijn. Als er problemen zijn met een account of met een betaling waar je niet uitkomt. Dan zijn wij ervoor om jullie op een zo goed mogelijke manier te helpen. Dan kom ik nu bij eigenlijk waar ik net de vorige sheet mee begon. Ik wil jullie natuurlijk vanuit mijn kant ontzettend danken voor jullie tijd, aandacht en energie. En ik hoop jullie op de eerstvolgende webinar aanstaande donderdag over een week. Uit mijn blote hoofd zitten we dan op 29 september. Ja, dat zeg ik goed. En die zal worden gegeven door Nettie Sommers, mijn collega. En zij zal jullie weer op de hoogte brengen van alle nieuwe informatie. Rest mij weinig anders dan jullie een fijne avond toe te wensen. Dankjewel en tot de volgende webinar.